Welkom bij deel 1 van Bedrock 3D. Het is een tutorial om een Flintstone auto te maken. Alles wat ik je nu ga vertellen, dat heb ik al behandeld in mijn lessen, maar ik ga het je nog een keer laten zien. Misschien heb je tools gemist of instellingen gemist en die pik je dan nu op. Ik ga die auto bouwen van Barney Rubble. Die bestaat eigenlijk uit een soort boomstam. En uitgangspunt is dan een cilinder. Nou, ik gooi hem gelijk maar even over de Z-as, dan ligt die gelijk goed. En zoals je weet moet ik een minimaal aantal polygonen hebben, wat niet te hoog ligt, om als uitgangspunt te dienen. Nou, ik pak hier bijvoorbeeld qua rotatie segments pak ik 10. En hoe ziet het eruit? Ik zie hier niks 10 aan. Nou, dan gooi ik hem hier op Grow Shading Lines. En over die height segments vind ik eigenlijk verder prima. Dat laat ik verder zo open. Goed. Dit is een goed uitgangspunt. Mag ik het editable maken? Mag ook op de C-knop drukken. En we gaan eerst even die punt eruit trekken aan de voorkant. Dus ik ga naar point mode, want ik wil deze punt hebben. Die selecteer ik maar gelijk. En ik had het move tool al. En ik wil hem alleen over de Z-as eruit trekken. Dus dat doe ik dan. En nu wil ik een stuk schors aanbrengen, want die buitenste schil, dat is een stuk schors en die heeft een bepaalde dikte. Dus ik pak polygon node, ik draai eventjes mijn potloodje naar voren en ik ga iets selecteren. Ik hoef alleen maar aan de voorkant te selecteren, dus visible elements mag zo aan blijven staan. En ik doe één keer klikken en slepen. En ik heb alle polygonen die ik wil hebben. Mesh, Create Tools, Inner Extrude. Mag ook de I op je toetsenbord indrukken. Klikken en dan enigszins naar links moet ik nu. En dan zie je dat hij hier het allemaal nog schuin houdt. Maar ik wil dat recht hebben, dus ik douw gewoon nu, omdat het Move Tool er eigenlijk al aan zit, douw ik hem enigszins naar binnen terug. Dan krijg ik hier die dikte. Het ziet er wel erg regelmatig uit. Dus wat ik nu ga doen is gewoon even wat polygonen rondom selecteren. Even op de O. Even kijken wat ik dan. Ik zit precies aan de verkeerde kant te kijken. Dus ik ga even terug naar dit aanzicht. En ik pak hier gewoon een beetje random. Pak ik hier een paar polygonen. Moet ik even de shift key ingedrukt houden, anders deselecteer ik steeds. Trek ik hier er nog eventjes een paar polygonen uit. Doe even de D van Dirk en ik ga hier een beetje die doen. Omdat ik hier niet te ver heb doorgedouwd, gaan die polygonen nu over de normal, gaan ze iets schuin omhoog. Dat is misschien een beetje vervelend. Maar dan had ik hem maar recht moeten doen. Dus deze polygonen had ietsje verder naar binnen moeten zitten. Maar wat ik eraan kan doen is gewoon de zaak even scalen. Dan scalen die punten wel naar elkaar toe, maar dat vind ik op zich niet zo erg. Dit vind ik prima. Goed. Nu ga ik een tooltje gebruiken wat ik in de les niet zo benadrukt heb. Maar die kun je in point mode of in edge mode gebruiken. En dat is het zogenaamde slide tool. Dan moet ik hem even opzoeken. Waar zat hij ook weer? Hier zo. Dus ik kan hem er eventueel even uithalen. En hier zit de slide. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een edge of een punt. Nou, laten we even die edge maar eerst pakken. Die kan ik oppakken en die kan ik nu klikken en slepen. En dan slide die over de twee edges waar die aan vast zat. Dus over deze en deze. Nou, zo kun je hem een beetje randomizen als je het zo wil zien. En bijvoorbeeld deze, die doe ik dan een stukje naar binnen. Moet ik hem wel eerst selecteren. Zo, enzovoorts, enzovoorts. Nou ja, goed, dit wijzigt vanzelf. In deel 2 ga ik je even laten zien hoe ik de andere kant maak. Niet precies volgens de tekening, maar wel leuk.